met 6 uit 2. En het beste doelsaldo neemt het op tegen Cambuur. Dat één keer won en één keer verloor. Maar die zegen vorige week 5-0 tegen de Eagles was wel indrukwekkend. Beschietingen worden geopend door Luka Ilić. Hij met de eerste poging van de wedstrijd. Op de handen van de doelman van deze Henk de Jong, Sonny Stevens. Dit is Muren. Oude bekende van NAC speelde een handje vol wedstrijden voor de Bredanaars. En zo heeft ook Cambuur de eerste kans gehad. Blom negeert dit. Terwijl de bal toch echt wordt gemist daar door Sambissa. Die vol de enkel van Ilić raakt. Geen penalty voor NAC. En wel een doelpunt voor Cambuur. Door notabene Muren. Maar de treffer wordt geannuleerd. Omdat Muren net aan buitenspel staat. Zo is het bij rust. Nog altijd 0-0. En is het hier opnieuw Muren die een doelpunt maakt. Maar opnieuw gaat die treffer niet door. Omdat daar op de rand van de 16 volgens Blom een overtreding is gemaakt. Nou ja, Muren kan daar helemaal niets aan doen. Maar zijn treffer wel geannuleerd. En vlak daarna is het raak voor Ivan Ilić. Zijn broer Luka scoorde al in de twee voorgaande wedstrijden. Nu kopt hij hem zo hard dat Stevens die bal niet meer kan pareren. En dan heeft Cambuur nog een kwart wedstrijd. Muren met weer een doelpunt. En weer gaat het feest niet door. Omdat er in de aanloop daarvan al iemand buiten spel stond. En Henk de Jong is inmiddels zo boos vanwege al die afgekeurde doelpunten. Dat hij door Blom en zijn assistenten naar de tribune wordt gestuurd. Dit is de enige kans nog voor Cambuur, als je het zo mag noemen, op een gelijkmaker. Maar Henk de Jong verliest en NAC behoudt de volle score na drie wedstrijden door een doelpunt van de andere Ilić.